Wat is het kamernummer van meneer Bomen? Dat mag ik u helaas niet geven. Ik kan meneer Bomen wel even voor u bellen. Nee, laat maar. Hij is aanwezig. Ik denk het wel. De sleutel is in ieder geval niet hier. Oké, dank u wel. Ja, tot ziens. Je maakt er nogal werk van, hè, man? Ja, vind ik leuk. Dat doe je van mij nou nooit. Alsof jij dat zou waarderen. Jij moet oppassen. Waarvoor? Je moet die types niet te hard verwennen. Thomas hoort niet bij die types. Waarom niet? Hij is toch wat hij is? En wat mag dat dan zijn in jouw ogen? Oude kerel met geld. Daar heb je er meer van. Bemoei je er nou maar niet mee, hè? Het enige wat ik zeg is dat je hem niet te hard moet verwennen. Dit is niet goed. Ja, ik ga maar meteen. Heel veel plezier. Doe van mij niet weg, hoor. Wat ga je doen? Polen. Ik zal zo lang mogelijk wegblijven. Dat wordt helemaal niet, schat. Dat weet je best. Het is ook jouw huis. Veel plezier. Wat doe je allemaal? Nog even. Zet eens iets van muziek op. Iets van muziek. Dat is perfect. Zit je alweer? Bijna. Ja, ik zit. Hier is de maîtresse. Precies zoals het hoort. Sensueel en gewillig. Met stomheid geslagen. Ja. Vind je het niet mooi? Jawel, natuurlijk wel. Nou dan. Het is mooi, het is prachtig. Ik heb me wel een andere reactie voorgesteld. Ik vind het mooi, echt. Wat is er dan? Niks. Wat moet ik doen? Je bespringen? Zoiets, ja. Jezus. We hebben net gegeten. Kom even zitten. Waarom die haast? Gods kleren. Elisa, sorry. Jeroen heeft gelijk. Een jongen van 18 die meer verstand heeft van mannen dan ik. Geef het je allemaal veel te veel op een presenteerblaadje. Dat is het niet. Oh nee? Wat is het dan? Nou, je zag er een beetje
Een beetje wat? Een beetje zielig uit. Alsof je smeekt om de gunsten van een man. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zou eens moeten proberen om het niet te doen. Maar kijken wat er dan gebeurt. Godverdomme, ook nooit goed. Oké, je had een andere reactie verwacht. Sorry, die kreeg je niet. Ik heb al gezegd dat het me spijt. De vernedering. Het is geen vernedering. Hou nou op. Het is het wel. Ik doe wat voor je en jij wilt het niet. Dat is vernederen. Je hebt niet gezegd dat ik het niet wil. Wat wil ik niet? Waar is dit allemaal voor? Ik begin er genoeg van te krijgen. Waarvan? Wat gaan we doen, Thomas? Gaan we gewoon zo door? Gaan we gewoon zo verder leven? Wat wil je dan? Ik weet best wat ik wil. Ik wil een plek. Die heb je. Die heb ik niet. Ik heb helemaal geen plek. Ik heb helemaal niks. Daar is Jeroen. Wat is dat nou? Wat doe je? Wat denk je dat ik doe? Ben je ziek? Nee hoor. Ik had gewoon zin om me vrij te donderdagavond een beetje lekker te kotsen. Doe je mee? Trut. Ben je dronken? Nou niet meer, geloof ik. Wil je nog even naar me toe? Je bent zo ziek. Nee, ik moet naar huis. 5 minuutjes maakt toch niet uit? Weet je hoe laat het is? Wat heb je nou ineens? Niks, ik moet gaan. Wat is er nou? Ik ben hier niet de vader Elisa en dat wil ik ook niet zijn. 5 minuutjes, hè? Heeft je nodig? Hij heeft jou. Wat zeg je dat op een vervelende manier? Het gaat om het principe. Het gaat om het principe? Verdomme, zo ben je alles en zo zoek je het zelf maar uit. En dat kan allemaal naast elkaar bestaan. Nou, zo zit de wereld niet in elkaar, Thomas. Ben jij laat? Jij ook? Gedanst? Jij? Nog iets drinken? Geef maar water. Nou, neem er nou eentje. Het is nou toch laat. Biscuitje? Nee, ik ga naar bed. Oké, krijg je water. Heb jij een vriend tegenwoordig of zo? Ja. En hij lijkt een beetje op je, die vriend van mij. Oh ja? Ja, het is een kruising tussen jou en Boris. Lijkt me heel onaangenaam. Nou, wat je zegt. Maar ik heb hem alleen voor het vermaak, hoor. Verder nergens voor. Ik ga naar bed. Nou, blijf nou eventjes. Goed gesprek met je dochter. Ik weet dat ik niet zo interessant voor je ben, maar een kwartiertje kan er toch wel vanaf. Zal ik je over mijn vriend vertellen? Kijk, het is een beetje een oude Boris of een jonge Thomas. Ik pak dat soort dingen nogal Freudiaans aan. Hoe oud is hij? Oeh, heel erg oud. Meen je dat? Nou, valt wel mee. Ken ik hem? Dat zeg ik niet. Of eigenlijk jawel, ik zeg het wel. Ja, je kent hem. Ik heb zelf zin om te zeggen wie het is, maar dat doe ik niet, nog niet. Als hij maar niet getrouwd is. Mag dat niet? Nee. Ik wil niet dat jij huwelijken gaat lopen kapotmaken. Ben jij daar tegen? Vind ik een mooie. Natuurlijk ben ik daar tegen. Jij kent geen vrouwen die het met getrouwde mannen doen. Daar ga je gewoon niet mee om. Papi? Jezus! Sorry. Jij ook nog op? Dynamische familie zijn wij toch, hè?
heb op je gewacht. Ik voel me vereerd. Weet Thomas dat? Dat jij ligt te neuken met een man waar hij zaken mee doet? De zaak gaat niet door, dus hij doet er geen zaken mee. Ik ben benieuwd wat hij daarvan zou vinden als hij erachter zou komen. Wat zeg je? Versta je niet? Klopt. Dat is mezelf gevraagd. Wat zei je nou? Ik zei dat klopt. Ik zat in mezelf te praten. Alleen voor mijn eigen oren bestemd. Ben jij een beetje een boze bui, Borisje? Dat was ik wel, ja. Maar nu ik jou zie... Wordt het alleen nog maar erger. Het valt nog te bezien. Volgens wat is dat dan met je? Je bent helemaal in de war. Oh ja? Hoe komt dat dan? Dat wou ik net aan jou vragen. Jij zegt dat ik in de war ben. Ik vind het heel vervelend als ik op bed ga liggen, Boris. Ik ben kapot. Dat zal wel, ja. Marjan? Oh, sorry. Geeft niks. Wat kan ik voor je doen, Daddy? Jij wilt toch geen incestueuze verhouding met mij, hè? Dat zou wel heel erg modern van je zijn. Ik wilde weten wat je met die laatste opmerking in de keuken suggereerde. Waar je de brutaliteit vandaan haalt. Welke laatste opmerking? Je weet heel goed wat ik bedoel. Tuurlijk weet ik wat jij bedoelt. Ik weet alleen niet of jij wel wilt dat datgene dat ik bedoel... zo open en bloot in de familie besproken wordt. Wat doe jij hier? Ik zit een sigaret te roken. Weet je hoe laat het is? Ja, natuurlijk weet ik dat. Ik heb de tijd. Ja, dat weten we. Zeg, wat was die opmerking in de keuken? Vertel eens, jullie hebben me nieuwsgierig gemaakt. Ga naar je kamer, Boris. Sowieso. Commando's. Commando's, ja. Dit is mijn huis. Wat is dit voor situatie? Oh, wij zaten even te babbelen. Boris? Ik ga al. Laat rusten. Ga maar eens naar je bed, jongen. En ga morgen maar eens bedenken wat je met je leven gaat doen. Je kan hier niet eeuwig blijven uitvreten. Gooi me dan anders uit, paps. Dat is zeer wel een van de mogelijkheden. Doe maar. Dreigementen. Kijk, paps, het vervelende van de meeste beroepen is dat je moet werken om ze uit te oefenen. Daar zit ik een beetje mee. En die diamanten van jou, dat interesseert me geen reet. En daar zit jij een beetje mee. Zo zitten we samen allemaal in hetzelfde schuitje. Te dobberen. Welterusten. Decadent zootje zijn jullie. De appel valt niet ver van de boom, zegt het spreekwoord.